leefden altijd in mijn dromen. Daar werd de kiem van mijn heimwee geplant. Nooit vind ik rust tot ik eens weer zal komen in Leeuwarden, hart van dit mooie Friesland. Goedenavond, beste kijkers. Welkom bij ons programma Leeuwarden Toen. We zitten hier weer in ons op ons vertrouwde plekje in het HCL in de, weet je die zaal? Dit is de Wopke Eekhofzaal, joh. Wopke, de beroemde Wopke. Maar we hebben Wopke Eekhof niet naast ons, die hangt er aan de muur. Maar we hebben hier Laurens van Vliet bij ons zitten. Ja, ik heb die het Wopke Eekhof nog wel kennen, denk ik, want die is wel aardig oud. 90 jaar. 90 jaar. Dus dan een eenvoudige rekensom leert ons. Dan ben je al geboren in 21. Ja. En wat voor datum? 17 september. 17 september. Het is later 21. De slag bij Arnhem die ze toen verloren heeft. 17. Ja, maar dat is toen nog niet weet van. Laurens, leuk dat jullie hier even een uurtje bij ons zitten willen. Om over het Leeuwarden van vroeger te praten. Ja. Waar ben je geboren? In de Kruisstraat. 29 boven. De Kruisstraat. Is dat huis er nog? Ja. Was een bovenhuis, ja. Bovenhuis. Heb ik daar weer 5e jaar woont. Is dat het stukje tussen de Oostjestraat en de Galilee Kerkstraat? Ja, dat stukje is dat. Dus aan de kant van de Meul, de bloemen, de groente boer? Ja. Aan de overkant daar, ja. Ja. Dus dat, en hij heeft daar nog lang woont? Nee, want ik ben met 5e jaar in de Pieter de Zwartstraat gekomen. 5e jaar in Pieter de Zwartstraat? Dus ik heb daar maar een jaar of 5 woont daar, ja. Dus daar is ook niet zoveel herinneringen meer aan? Niet zoveel, nee. Nee. Nee, mijn broer had dat dan wel, maar die was 2 jaar jonger. Ja. Hoe die dat dan had, dat is ook weer een raadsel. Ja, maar 2 jaar of zo'n leeftijd, dat is heel wat. Ja, maar die kon nog beter zwetsen als ik. Die wereld die zag er toen wel anders uit vanzelf, hè? Jongen, er staat nou die kolos van... Ja. Maar heeft er nog weet van dat nog allemaal straatjes waren en de Galilee Kerkstraat? Ja, dat liep deur. Ja. En ik kwam op dat hoekje daar in die Droevendal. Ja. En woonde dominee Van Es, weet ik wel. Oh. Dat was de pastorie van de Galilee Kerk. Ja, die preekt altijd zo lang. Oh. Nou, ik hoop dat je er even een voorbeeld aan neemt. Ja. Maar ging je dan, Laurens, ging je dan wel eens naar de kerk, de Galilee Kerk? De Galijster Kerk, zoals ze zei. Mijn pater was voorlezer in de Noorderkerk. Aha, voorlezer maar. Die was gereformeerd in de Noorderkerk, ja. Nou, en die man die had maar... Dat ze in de 4e klas zitten, verder niet, maar die kon knap rekenen en schrijven hoe dat allemaal kon, weet ik niet. Ja, natuurtalent. Ja, dat weet ik niet. Daar ben we helemaal kwijt, hè? Het beroep van voorlezen. Ja. Maar die had zo'n grote stem, hè? Maar waarom las dominee niet voor? Ja, dat was zo insteld. Nou. Dat heeft later veranderd, maar vroeger was dat niet zo. Nou. Die hadden ze allemaal. Er was ook een predikaankerken. Voorlezer ligt daar ook van Vliet, maar dat was geen familie. Nee. Dat was familie, dat was van Vliet uit de Wetstraat. Oh. Maar als ik nou even terug ga naar de Kruisstraat, hè? Je woont daarboven, op een bovenhuis. Ja. Wat deed jouw vader? Je was toen al op reis voor de kleine zaak, bij winkels langs. Maar had hij zelf een winkel? Een grasseerderij, in Motbal. In Motbal? Ja, onder andere. Maar daar heb je hem zo goed geconserveerd binnen. Nou, snap ik het. Ja. Je had me ook bedoeld met de motorbaan. Ja, onder andere. Ja. Dan kan je 90 worden. Ja, dan kan je 90 worden. Ja, natuurlijk. Ja. Maar onder andere, galanterie, hoe heet het zo? Ja, galanterie noemde het vroeger, maar dat was later spul en alles. Later ben ik zelf op een weg komen en dan met een bestelwagen. Omdat je daar goed met nemen kon, maar dan had ik wel 12 koffers. Alsjeblieft. Ja. En maar dus vader die reed nog niet met de auto, die ging met de trein of zo? Ja, die ging eerst met de trein en later hebben we dan een auto gekregen in 39 of zo. Wat voor een was dat? Wees dat nog? Ja, dat was een Ford. Ja, maar en die viel wat slecht uit wat de kleur betreft. Hoezo? Ja, weet ik niet, die begon te blakeren. Oh. Ik weet het niet meer, ja jongen, dat tapt allemaal toch. Ja. En toen heeft ze een Chevrolet gekregen. Ja. Van Stijnvoorten en dat was wel, dat waren wagens, waren ze sterker als Ieser en die hebben maar 1900 gulden kost. Zo. En dan reden ze vingerjaar met en dan kregen ze weer 900 ervoor. Oh. Dat was 1000 afschrijving in 4 jaar dus. Dat,
Dat vonden ze toen al erg. Oh ja, dat ben we nog niet vies met vanzelf. Maar wat voor Chevrolet was dat? Wat voor type? Ja. Want daar had ze natuurlijk aan veel andere schilderijen. Dat is een hele goede vraag. Een van 29, weet je wel. Ja, 29. Ja. Oké, Chevrolet, 29. Maar hoe lang, dus toen je 5 bist, toen ben je hem de Futgan in de Kruisstraat. Ja. Dat liep toch had je eronder dan een pakhuis of zo? Dat was ook een huis. Oh. Ja, en dat was daar woonden oude mensen, dat heb ik later weer van mijn broer gehoord. Die wist dan meer dan ik. Ja, die zat er ook meer in. En dan liep ik weer weg. Oh. Ik was 3 jaar en dan liep ik al door de stad heen. Maar ja, jongen, dat viel wel met, want er was geen verkeer, hoor. Nee. Maar ja, behouden die chef. En dan, nee, die hadden ze toen nog niet. En die oude man mij weer zoeken. En dan zei hij, mijn stuus komen, jongen, nu moet ik het een schaap kocht. Oh? Oh, nou, en dan moest ik de trapje op. Waar is schaap? Ja, dan moet ik het alweer deur nog. Dat waren weer lokken. Lokken, kinderlokken. Ja, ja, ja. Scout kocht. Maar dat trapt toch maar één keer in? Ja, maar ik had toen al dat ik het spul vergat. Oh ja. Op school heb ik daar veel last van. Ja. Ja. Maar Laurens, moest dan die vader elke keer weer met al die koffers de trap op? Nee, toen hadden ze maar 1-2 koffers. Oh. Allemaal een klein wat meer, ja. Ik weet niet hoe dat precies was. Nou, het is 5. Ga je dan naar de bewaarschool of niet? Ja, daar heb ik een jaar op geweest op het tuin. Toen je naar de Pieter en Zwartstraat gaan en toen ben ik daar op het Vliet komen. Maar dat was makkelijk. Ik kon klok lezen. Oh. Dus ik wachtte net zo lang tot het 2:05 was en dan zat die deur dicht. En dan kon ik mooi omlopen. Zo deed ik dat. En dan zei juf, waar ben je geweest? Ik zei met mijn paak en de heer De Veen. Ja, dat was dan een keer gebeurd en dan denk ik, dat zeg ik maar. Geldt nog steeds. Ja, ja. Ja. Maar dan meende ik dat er in de Kruisstraat ook een school was. Een christelijke lagere school. Ja, want dat was voor mijn tijd. Oh. Ja. Dat had inderdaad die eerste school geweest, ja. Dat is tussen de Keizersgracht. En die is later naar de leerschool gaan in de Geestraat met meester Veerman. Ja. Dat weet ik wel, ja. En daar is ook een foto van dat mijn vader daar nog op geweest is. Op die school, in de Kruisstraat? Ja, ja. Maar dat was ergens van heel dicht bij de gevangenis. Dus vooraan op dat punt ergens. Maar je oude lui die deed niks met de kerk verder? Nee. Omdat je naar de openbare bewaarschool ging en zo. Ja, maar dat was dan er niet. Oh, zo, dat is wel. Ja, nee, anders had dat niet gebeurd. Nee. Nee, hè? Nee. Nou, goed. Maar goed, dan komt natuurlijk de vraag: had je na 5 jaar uit de Kruisstraat voet gaan, waar ga je dan heen? Waar ben je maar al uit toen heen gaan? Ja, Pieter de Zwart, hè? Pieter de Zwartstraat. Daar hebben we 25 jaar woond. En wat voor nummer? 18. Oké. Okay. Is dat huizen nog? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, zou ik niet weten waar de Pieter de Zwartstraat is. Ja, dat is. Ja, dat is het boompad en daar een zijstraat van. Jappie zei het achter de ambachtschool. Ja, achter de althans de vroeger van Akerstraat in die wereld. Ja, achter de ambachtschool, natuurlijk. Pieter de Zwart, wat was dat voor man? Oh, dat was een architect, jongen. Jacob van Aken was een architect. Ja, dat Pieter weet de Zwart. Die had geweldig succes met de Oldehoven. Maar Pieter de Zwart, daar hebben we de Oranjezaal te danken. Die aanbouw van Servus, die had hij gemaakt. Oh, ja. Mooi. Dus nou, dat was niet de eerste, de beste. Kost hij er wel bij hebben. Ja. Ja. En Pieter de Zwartstraat heeft de school dat de Oldehoven zo scheef staat. Jacob van Aken. Oh. Jacob van Aken. Ja. Die had, ja, zeker. Dat huske daar in de Pieter de Zwartstraat. Nou, dat waren natuurlijk niet echt de grote huizen. Nee, maar het was het enige huis met een erker. Met een heel eigenaardig. En één erker in één straat, dat is heel eigenaardig. Misschien heeft hij het wel laten maar 4500 gulden kost. Oh, die had hij gekocht? Ja, die kocht hij. Ja. 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 Maar, ja, grootsheid was het niet natuurlijk. Maar je had nou wel een, bijvoorbeeld een kraan boven het aanrecht. En niet meer in de gang. Niet meer in de gang. Boven het aanrecht, ja. Dat wel. Ja. En dan doet de hamvraag altijd van hij een echte wc of een tonnen? Ja, een tonnen eerst dan. En later een echte wc. Ja, nee, die hebben we daar niet meer gekregen. Die hebben we op Ewal gekregen. Ewal? Toen hebben we daar verhuisd naar boven het pand en toen hebben we dat daar gekregen. Ja. Dus hebben we hem daar in de Pieter de Zwart 25 jaar met een tonnen redden moeten? Ja. Nou, het zat lekker. Dat vind ik wel lopen. En het is ook niet zo koud. Nee, ik had nooit last van de kou, nou wel. Stond hij achter in de tuin?
Die Tonnen? Met een huske of? Nee, in panda, zo dat heet. Hij stond binnen, ja. Of had je hem boven misschien? Nee, ook niet. Sommige mensen die moesten eerst... In de bijkeuken? Ja, in de bijkeuken, juist. En moest de Tonnenman door de gang heen? Ja. Dus heel voorzichtig? Ja, dat zou wel, ja. Maar hadden wij al gevraagd aan Laurens hoeveel kinderen zijn vader en moeder hadden? Nee, hadden we niet gevraagd. Drie. Dus twee jongens en een meisje. Oké. En het meisje leeft nog. Die is dus 5 jaar jonger, dus die is 85. Ja. En die broer zat er tussenin. Die was 2 jaar jonger dan ik. En die broer was Ritsko senior? Ja. En die was jonger dan Stalbis? Ja. Dus, naar de Ewal, nou wat een deftige straat, jongen. Om daar vanaf de Pieter de Zwartstraat. Dat was een groot pand, jongen. En dat is heel eigenaardig, dat zat, als je nog Jasper hebben, de zaadhandel, dan nog 2 panden verder. En dat pand, dat had mijn pa gekocht, die had eerst op 82 woont op andere kant. Had mijn pa gekocht voor 4500 gulden mogelijk. Zo? Ja, nee, 6000. Wil nou meer vervroegen, het is te koop. 6000, en toen is die Oosterbaan, die had op de andere kant, die zit daar nog wel in, Apple Meubels. Ja. Die had dat pand, die had ook een speelgoed, die had dat pand toen gekocht voor 60.000. Ja, dat scoort lekker op. Daar ben ze aan kapot gaan. Oh. Ben ze in het faillissement raakt. Ja. Dat kon ze niet, dat zakt allemaal, jongen, en dan heeft hij het schuld. Ja. Dat was vreselijk met opleggen. Weet je er alles van tegenwoordig? Dat zeg je wel dan. Maar dat was dus dat pand waar later de notaris komen is. En nou is het voor alles nog wat. Het is derde, in ieder geval het derde pand vanaf de hoek. Ja. Maar en er zit een mooi trappetje bij. Juist. Ja, het zit er ook. Dat ene eerste trapje, dat is hoog en het bij ons is wat lager. Ja. Maar dat was dus na 25 jaar Pieter de Zwartstraat. Ja. Dus dat was na de oorlog. Ja. Nee, maar wacht even. Wat zien het? Ja, helemaal van door. Dan ben je hem na de oorlog erheen, ja. Ja, want hoe oud was je toen je hem naar de Ewal ging? Ja, toen was ik al trouwd. Oh ja, zie, nou, dan kan het wel kloppen met die 25 jaar. Ja, dan was ik al trouwd. Ja. Maar dan moeten we eerst nog maar even bij die Pieter de Zwart blijven, vind ik. Want, hoor. Want wees er nog wat voor winkels er in de buurt waren? Zeer weinig, daar zat de kruidenier. Ja, op de hoek van de straat. Ja? Hoe heette die? En een bakker. Die zat vlak achter de ambachtschool. En is die bakker niet verongelukt met een bombardement of zo? Ja. Toen was ik niet thuis, want het was in maart 43. Was dat 44. Toen met de bommen op een Wiebrand de Geest? Juist, ja. En toen zat ik op Ewal bij Paken Beppe ondergedoken. Oh. Want ik had al heel wat beleefd. Ja? Ja, ik ja. Maar we zien, hoe oud was dat toen? Ja, dat kan wel uitrekenen toe, maar... Wij zijn nog keurd voor het Nederlandse leger in 19 in de mobilisatie. De 41, de richting, en er werd bijzijd, je moest een half jaar erop komen vanwege de mobilisatie, dat was 1940. Ja. Nou, dat is nooit zo komen, toen waren die moffen er nog. Ja. En bij die moffen waren je ook altijd weer de eerste. Ja. Ja, en toen, maar ik bedoel, toen hebben ze toch, wij werkten met 4 man, de jongste, even zien, 4 man. Ja, dit is dat moeilijk om dat allemaal te doen. Dan werkte ze bij die vader? Ja, bij mijn vader. En hij had een compagnon. En die reisde ook. En hij had een reiziger. Die was bij de marine geweest voor zijn nummer. En de marine had maar 1000 man gewonnen. En 20.000 vrijwilligers. Ja. Dus die moest er ook weer opkomen. En dan moest ik altijd weer invallen. Nou, dan trapt hij je dood op die fiets, jongen. Het waaide altijd aan die deur. Ja, ik kwam ook nooit zeggen, op trainen van voetbal. Dat hoefde ook niet, want ik trapte de hele dag. Conditie was genoeg. Ja. Maar dat was loopt even al. En toen woonde hij daar al. Of, bij niet. Nee. Nee, die zaak zat daar. Die zaak, oh, en die is verplaatst dus van nummer 82. Hoekstein of zo, die zit erin zo. Op de andere kant helemaal, naar 45. En dat was toen in een goedkope tijd. En dat was een groot pand. Kon je ook met in de spulmoestrijd komen. Dat liep helemaal deur. Ja. Nog steeds, ja. Ja. Want wie woonde er toen in dat huis waarna de Chris Fokmaak kwam te wonen? Ja. In de kleine Hoogstraat. Op het hoekje van de Hoogstraat. Ja. En er zat nog een huis tussenin. Ja. En dat was een jodenhuis, zeiden ze altijd.
Maar ja, wie daarin woont, he, dat weet ik niet meer. Want die ben weer niet, dat is ook weer een vraagstuk op zichzelf. Ja. Wie ben terugkomen? Ik bedoel, maar dit is vreselijk. Ja. Maar je hebt daarachter in de Spulmanstraat, naast dat pand van Chris Fokma, waar je had het over hebt, ja, heel wel dat Joods verenigingslokaal. Juist, ja. He, ja. Dat pand met die prachtige... Ja, nou, dat was, ja, dat zat dan tussenin. Ja. Ja. En dan hadden wij daarnaast weer de uitgang naar de Spulmanstraat. Ja, Spulmanstraat. Maar dat is inderdaad een joekkool van een pand. Ja, 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 dat is inderdaad. Daar kost je ook wel even verschulden voor de Duitsers. Ja. Om te duiken. Ja, ja, dat hadden we dus. Misschien, ik was al eerst al in de Wieringermeer geweest. Mijn vader zei, die man uit de Wieringermeer, zijn naam ben ik vergeten, het hij geweest, die zei, als je zoon je melden met, dan komt hij maar. Nou, ik op een fiets, op een trein met de fiets, staven in Enkhuizen, Hoorn, van Hoorn richting Sijbe-Karspel. En zo naar de, weet ik dat op het laatste dorp, ik weet niet meer hoe dat heet, van het oude land. Ja. Ah, een café, even zuurtje wat te kopen, weet je wel, dat was er dan te koop. Ja. Dus ik kom erin, zet de kerel alweer een onderduker. Ja. Maar ben je met die hele reis nooit aanhouden? Nee. Voor controle? Nee. Want ja, dan haast dus de brief in de bus van, dan moest hij melden, dus. Ja. Nou, in de bus, nee, dat hadden ze nog niet. Kijk, dat hadden ze dus, wij hebben nooit bericht gekregen. Nou. Want ondergrond ze had daar dat speelde wegstond. Oh. Ja, dat had onze mazzel geweest. Ja, ja, zeker. Nou, dat zeg ik je vertellen. Ja. Want die namen waren allemaal bekend. Ja. En ik heb wel in 1941, jonge man van de lichting 1941, meldt u voor de arbeidsdienst. Oh, ja. Nou ja, dat deed ik meer zo. En toen is een jaar later, dan wachten ze daar een jaar met hoe, dat weet ik niet, hebben ze dat verplicht gesteld. Ja. En dan begon ze bij de 18-jarigen. Dus er is een groep, die zit er tussenin, die het nooit ergens geweest. Nee, die wij hebben ons weer meld voor de Nationale Reserve. Dat is weer een verhaal op zichzelf. Ja. Ja. Maar dan gaan we even terug, hoor, want we weten nog niet eens. De bewaarschool, maar de gewone school, dat weten we nog niet eens. Nee. Nee, oh, daar doe je niet zo enthousiast over. Dat ging tot aan de vierde kwart wel goed, maar toen had ik... Maar welke school was dat, Laurens? Leerschool. Van meester Firma. In de Margrethe de Heerstraat? Nee. Hoek, Wieber en de Reest. Ja, dat is de leerschool, want in die andere school die stond er tegenover. Ja, de ULO. Maar ja, maar dat was ook een lagere school. Die waren tegenover. Ja, dat weet ik en er had ook nog een school zitten, dat is later achter de Hoven, wat zit daar ook weer? Marienburg. Marienburg had daar eerst naast zitten. Ja, de kweekschool. De kweekschool, dat staat er nog steeds boven. Ja. Ja, ja. Ja, dat weet ik nog. Nee, maar jullie hadden dus... Maar die leerschool die sloopt niet? Ja, die leerschool is niet meer. Oh, en daar staat leerschool. Ja, wat zie je, die was leerschool voor die kweekschool. Hij is te laat. Ja, maar je zou zeggen, lagere school zijn we toch? Ja, nee, maar als wij dus gingen te kweken. Ja. Ik had dus zelf ook op die Marienburg zitten. En dat heette toen nog kweken in plaats van stage lopen. Ja, of, ja. Maar dan gingen we naar een school, naar een of andere basisschool toe. Ja. En dat was voor jou de leerschool. Oké. Okay. En dan met jou was dan ook. Een mooie naam trouwens. Kwekeling. Ja, hou maar op. Prachtig. Kwekeling. Kwekeling. Dat moet je vaker gebruiken. Mooi. Oh, die hier zaten op die school daar in de... Nou, dat was wel op zich wel een mooi gebouw. Jawel. Hè? Van meester Veerman was het toen. En hoefde meester niet... Veerman. Ja. En je hoefde ook niet zo ver te lopen. Nee, hij was een hele bekende meester. Toen hij begraven is, hebben ze het hartaanval gekregen en... Overleden in 52, 53 jaar. Oh, veel te jong. Toen heb ik naar de kerk geweest met mijn moeke. En toen stond het zwart van de huizen Malaan helemaal tot het kerkhof toe. Maar wij als kinderen mochten daar niet op. Hij is in huizen begroeven? Ja, ja. En is na hem toen de meneer Hoogland kwam? Dat weet ik niet. Ik wou niet dat ik eraan was. Ja, hij is er geen aardigheid aan, joh. Maar noem nog eens een paar oude knarren op die daar toen werkten als meesters. Ja, meester Hoorntje, juist, meester de Klaas, meester de Vries in de vijfde, ja. Meester Dilling later in de vierde, wat een hele fijne meester. En dan gaan je juffen. Maar meester in de derde Vries. En in de tweede en de eerste. Ja. Mij spoken nog namen bij juf Jongbloed en juffrouw Dirksen. Dirksen, ja. Ja, Dirksen. In de Leuverigstraat. Ja, en meester de Vries die woonde daar in de zo'n Sietstraat van de Trosserweg. Daar had je naar dat sportpark aan. Oh, dat komt wel. Het Kaatsveld. Ja. Ja. Maar waarom had je zo'n hekel aan die school, Laurens?
Ach, ik weet het niet. Laat, we kregen een mooie verhaal toch? Ik hoorde dan die handel roepen. Dan zat ik in de school. Ja. Handel roepen. En dan dacht ik, wat ik daar maar kan echt bij die man. Ja. Met Roy Minicus of zo. Ja, 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 ja. Ja, het is wel goed dat dat niet drukker is. Nee. Oh, ja, had jouw vader niet een mooie handkarren? Ja, een handkarren. Ja, dan liep mijn vader achter en ik dan ook wel. Nee, mijn vader niet, mijn broer en ik. Nou ja. En een knecht, ja. Want die boten die kwamen zomaar één keer per week, hè. Dan moesten we donderdagavond werken. Waar kwamen die boten dan? Die kwamen donderdag aan en die kwamen overal, in Emmerkade en overal. En dan moesten we dat de vrijdagmorgen heen brengen. En dan moest dat ook nog van de donderdag wat verkocht was nog klaar. En dat kregen we dan ook klaar. En maar jullie kregen, ja, maar... kregen de spul per boot, maar het spul ging ongeveer fut per boot. Ja, ja. Had je vader dus een klant in Lemmer gehad, ik noem maar wat, dan ging dat met de boot heen? Ja, Lemmer hij van de Bijl, dat was dat. Wat karrieder. Was een karrieder, ja. Hmm, een soort karrieder. Dus, ja. Hmm. Dus je bent vaak op de Oldhoofse Kerk geweest? Ja. Ja, ja. En dan op zo'n mooie oude transportfiets? Ja, nee, meest met de kar. Hij dan een stuk of acht of twaalf pakken en dan kan het niet op een transportfiets. Nee, dan moet je veel te vaak in en weer. Ja. Maar werd dat huis niet heel onpraktisch om te gebruiken naar zaak? Dat je daar niet een mooie grote opslagruimte of zo? Dat is, nee, dat weet ik wel. We moesten ook al die trap lopen. Ja, man. Ja. Ja. En je, maar je woonde dan zelf boven of zo? Hoe ging dat? Paak en Beppe, toen. Hm. Ja. Wij zijn er later ook naar boven gekomen. Hmm. Maar dan woonde je boven en onder wat de zaak. Ja. Ja. En die spullen die fut gebracht worden moesten, hè? Werden de bestellingen per telefoon doorgegeven? Nee. Of hoe ging dat? Nee, we maakten dat klaar. Gewoon? Ja, normaal had je dus in een week had je daar wat tijd voor. Maar hoe wisten je wat je hem uitleveren moesten? Ja, nou, ze kwamen gewoon met je ouders binnen. Oh, dus dat was gewoon de belangs ja, en ja, opschreven ja, ja. Boekje en dan ja, zo ging ja, dat. Ja, 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 ja. 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 Maar ja, galaterieën en motorbal. Maar wat? Ja. Ja, textiel ook wel. Textiel ook wel. Ja, handdoeken en dat spul. En schoonmaakartikelen. Ja. Ja, ook wel. Ja, ja. Ja. Maar wat had je nog meer van grote firma's? Want de Ewal is nu zo weer een beetje een woonstraat aan het worden. Ja. Maar in die tijd was het natuurlijk een straat vol bedrijvigheid. Ja. Want de Raad van Arbeid is daar komen, heb ik nog zien vorige week op de televisie dat Zeisjes daar zat. Ja, ja. Justie, ja. In dat pand, dat hulppand natuurlijk. Ja. Dame Smit zat er nog met een kruidenierszaakje. En tegenover je, wat nou dat restaurant Spinoza is. Zat dat niet iets aan handel? Van de Meul, ja. Ja. Ja, was een grote, ja. En woonde toen de Schoorsteenveger ook al tegenover je? Ja, op dat hoekje, ja. Die is daar toen ik onderdrukker was, later kon, ben ik daar onderdrukker gekomen, heb ik anderhalf jaar zitten. Toen is die schoorsteenveger getrouwd. Oh. Ja, dat zie ik nog. Ja. Receptie op dak, moet je denken. Ja, dat weet ik niet. Hè. Ja. Ah, dat viel niet met je. Dan kwam er weinig uit en ik heb één keer, ik ging er nog wel eens uit. Tussen 7 en 8 s'avonds, want we hebben op een bepaalde tijd mochten we na 8 niet meer buiten. Nee. No, dat hele spert. En dat heeft wel tot wel 9 maanden geduurd, tot de 7 mei 1945. Toen waren we al ergens uit. Ja, maar Leeuwarden was veel eerder al bevrijd. Ja, 15 april. Ja, en ja, dan mocht toch niet s'avonds buiten? Nee. Na 8 uur? Nee. Waar waren dat voor, Laurens? Ja. Van wie mocht dat niet? Ja, weet ik dat. Van... Ik zat toen in de MBS, in de Middellandse Strijdkrachten. Ja. Dus ik bedoel, hadden wij geen last van. Nee. Want dan zou je ook verstomd. Ja, ja, wij, ja. We hebben ze een keer een... Hoe ben je er trouwens daarbij komen? Nou, omdat mijn maten zaten er al bij. Ja. En die wisten dan wel dat ik zat. En Friesland had 3000 wapens gekregen door de lucht, waar is mogelijk, en 2800 man. Oh. Dus ik moet wel wat jongens erbij hebben. Nou, ja, dat kon wel op. En zo ben je er dan bij komen. Ja. En wanneer was dat? 44? Ja, 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 want ik ben er laat bij komen hoor. Dat was februari 45. Ja, ja. Zo. Maar bestond die MBS al lang toen? Ja, sinds september. Oh, dus ja. September 44 is dat begonnen? Ja, ja, is het ben wel dat opricht in Engeland of zo. Oh, dat weet ik niet allemaal precies meer. Ja. Maar, ja. Maar wie was jouw commandant dan? Sterkenburg, die schoenenzaak na V&D. Van de Nieuwstad, ja. Ja, Sterkenburg, ja. Rechts van V&D, no? Ja. En Sterkenburg die is emigreerd. Later naar Australië of zo. Klopt.
Ja. Moeten wij ook even naar de muziek, jongen? Dan hebben we hier zo meteen wel even naar de oorlog. We hebben het nog over de oorlog. Ja. En het eerste liedje wat Laurens hem wil, horen wil, is van Vera Lynn, hè? Ja, doe dat maar. We'll meet again. En dat hij jou vroeger in de oorlog vaak even stiekem belusterd? Nee. Op de radio? Nee. Oh, pas na de oorlog. Ja, zat bij ons. Toen de tijd hadden ze nog een distributieradio. Ja, die was, daar was het niet op. Nee, en dan hadden we nog een radiotoestel van de Compion, die zat tussen de zolders in. Oh. En daar hebben we ook geleid met de Razia. We hebben één keer Razia gehad. En toen ben je dat met drie man werden wij daar in dat luk kropen. En die Duitse soldaat, er waren drie zijns. Ik heb één hoort bij mijn beppe op een slaapkamer. En één, dat was een rechtse man, want zijn bajonet, die sleepte langs mijn kop. Maar op de andere kant. Ja. Ja. Nou, we gaan even naar eerste Vera Lynn luisteren. Dan zien we straks wel even verder. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know. Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Nou, daar gaat Vera Lynn. Mooi nummer. Heel mooi nummer. Prachtig nummer. Nou, het heeft alles te maken natuurlijk met die oorlogsperiode. Nou, heb je straks al even verteld dat je bij de NBS komen. Ja. Heb je in het kader daarvan, toen je lid was van de NBS, ook nog dingen ondernemen moeten? Ja, dat is. Toen kwam Krijn Riemers bij mij. Dat was, die was al wat hoger. Ja? Maar dat was toch wel wat een kameraad. Ja. Zei, we met mannen, hè, jongen, we hebben 3000 wapens. En dat zei hij niet allemaal over, maar nee. Dan ben ik wel achtergekomen. En 2800 man. Ja. Dus er werd een paar honderd bij. Ja. Anders heb je niet over. Ja. Nou ja, ik zei, dat is oké. Ja.
En toen kwam hij dus bij mij, dus zaterdagmiddags om 1 uur, 14 april 1945, iemand opkomen, moest een kar halen bij dat huis in de Nog. Bleeklaan 155 of 153, dat was het. Van. Dan woonde Hettema en die woont er nog, kinders. En dan moest de kar halen en dan moest, daar staat een jongen, en dat was ik zo. En dat bleek een jongen uit de landbuurt te wezen, van Doornbos de Kruidenier. Kon ik helemaal niet. En dan moet je hem dat, met die kar, moet je hem dan, ja, wat dat punt dat is, wapens halen. Zijn ze dat ook? Ja, ik mis wel eens een stukje. En toen wij door de Duitse kolonnes komen, die waren allemaal weer sinds vrijdag al aan het terugtrekken, want bij Delfzijl zat het vast. Ja. En dat wisten ze. Hoe wisten ze dat nou? Dat is voor mij een raadsel. Ja, ze hadden ook een telefoon. Dat, Oh, even bellen. Ja. En toen. En toen kwam die dus, en toen gaan wij voor de kar lopen, onze keeper van het eerste, Anton Tabe, en die had dus onder de eerste geweest. Hij zei, ik loop al voor die karren en twee man eventjes duwen. Waar ben je hem heen lopen? Die moesten naar de pepermuntfabriek. Van Versloten? Ja. Op de Emmergaard. Daar hebben we de hele nacht zitten en ik kon dat spul wel wat in elkaar krijgen. En die karren die kwam van Hettema? Die karren kwam van Hettema. En die wapens kwamen en het dekleed kwam van ons. En dat hebben we nooit weer zien. Oh? Wees slim, koop klem. Ja. Wees slimmer, koop het nimmer. Ja, nooit weer zien. Dat is op dezelfde. Ja, ja, ja. En was dat jullie reclame kreet? Wees slim, koop. Nee, dat was van de fabriek, van, van de Glimfabriek. Ja. Ja, dat hebben we gekregen. Nou, je zo verkocht gekregen. Dan, een dekleed. Een dekleed. Dat was, maar waar heb je die wapens verhaald? Toen je hem daar die wapens ophalen moest met die karren. Ja. Waar ben je zo heen geweest? Dan Lekkum? Nee, dan Lekkum met die kus, ja. Oh. Die schiphuizen, die binden niet meer tussen de brug en Snakkenburen. Daar tussenin, en daar is nog wel een pomp. Daar kan de schip nog wel tanken. Ja. Maar die schiphuizen binden niet meer, dat moesten we weghalen. En daar moesten we om 2 uur wezen. Maar dat wisten jullie ook dat het wapens waren? Ja, natuurlijk. Nou ja, ze zijn ook wel lui, die zeiden dat ze niks tegen zeiden. Ja, ik weet ook niet hoe dat ging. Ik allemaal... Nee, maar jullie wisten het wel. Maar Laurens, dat waren wapens die dropt waren? Ja. En, wie... en die waren dropt tussen Tjum en Vraneker. Oh, dat is wel mooi in het fut, jongen. Ja, hoe ben je uiteindelijk in die skiphuizen terechtgekomen? Nou, dat zal ik je vertellen. En daar had de oude Touwen, een oude skipper, dat was de broer van een kruidenier Touwen uit de Kanaalstraat. Er zat een kruidenier, zag ik daar broer van, die had ze s'nachts varen. Die durfde overdag niet te varen. Hmm. En die is zo varen naar Vraneker, nou dat ging wel. Van Vraneker naar de Elfstedenroute naar Bedaard. Hmm. En toen zo naar de stad. Via de Dokkumeree. En toen stonden we klaar. En toen zijn die om 2 uur komen. En hij kwam om 6 uur aan. En toen moesten er 8 karren laden worden. En, en die moesten dan in 8 uur. Dan begon de Olhoven te luren. Dus dat moest allemaal snel gaan. En wij waren bij de laatste karren. Oh. En toen was ik blij dat die mensen die daar allemaal stonden, daar bij de Sinneljocht, hadden ook wel wat in de gaten, want die Duitsers die kwamen, die kwamen allemaal terug. Maar dat was nog gevaarlijk, maar die Duitsers waren nog bewapend verzet. Ja, natuurlijk. En had hij hem snapt hadden. Ja, hadden ze ter plekke doodschoten. Ja. Dat is mij, toen had ik dat niet door. Maar nou wel. Ja. Nou ja, dat is mooi op die. Ja. Ja. Dat is wel onvertelbaar. Ja, ja. Ja, maar nou, je moet hem niet van het polen mee. Maar we hebben ze doorheen gebracht. Ja, die moesten naar de pepermuntfabriek. Ja. Nou, dan zaten we daar, er zaten 120 meeste jongens in, om dat spul allemaal in elkaar te zetten. God, dat was ook nog een onderdeel. Ja, maar de geweren waren klaar, daar hoefde niks aan te gebeuren, want een kogel erin en weg. Ja, maar werd er ook munitie mee dropt? Ja, alles. Anders heeft er nog niks aan. Nee, er zit niet veel aan. Nee. Alles compleet. Ja. En dan hadden ze Bette Sandbrug, zijn broer, die zat boven met een groot geweer. En dan liepen er nog Duitsers langs, 4 man op een rij. En hij kon ook zien dat hij in de Oosterstraat op foto's dat ze daar liepen. Ja. En liepen ze er langs en er zaten mij met 120 man achter die deuren. Allemaal. Maar ik zei tegen die lange keeper van Oosten, ik zei, wat haast dan deen, jong?
Oh, schieten om. Ja, hoe is het mogelijk? Ja. Maar die jongens waren al dat Jeans Fish. Wij krijgen niet. Nee. Ja, maar hoe wist je al hoe je met zo'n ding omgaan moest? Ja, dat gaan we. Ja, dat wel. Ik, ja, dan moesten we weer zonder een huisreis. Dat heb ik later wel gekregen, maar ik had toch niks bij me. Dan liep mijn vader voorop de weerdeur naar Bad Serkenburg. Daar hebben we dan. Nou ja, oh ja, ze. Dan kreeg je wel les, maar je kon dat ben je zelf doen. Maar de een die zei, ik heb hier geskeerd. Nee, dat is je kon niet even proefskeerden nee. Op een lange piek of zo. Nee. Ja, dat is allemaal goed, jongen. Ja. Maar zie, het is allemaal goed gaan. Hè? Ja, gelukkig. Ja, gelukkig wel. En dan krijg je op een gegeven moment de dag van de bevrijding van Leeuwarden. Ja. Wat moest je hem toen doen? Nou, dat zal ik je vertellen. Verhaast je inmiddels al een mooi overal? Met zo'n band eromheen? Ja, dat kregen we. En waar waren we toen? Dat weet ik ook niet meer. Blauwe overal, niet? Ja, zeker. Met een oranje band? Oh, dat hebben we daar allemaal gekregen dan, denk ik. En toen ben we, ja, dat is ook zo. Toen ben we s'morgens 7 uur Utrecht, de 15e. En toen ben we eerst naar de CCF gegaan. Wat we daar moesten, weet ik eigenlijk niet. Want op een Hollandse dik, er stond het zwart van mensen. Die mocht niet eens buiten. Ik zei tegen een zekere Noordhof, die man die was... hoorde bij de marine, die was op een Karel Doorman. Ja. En die was wat ouder, hij is toch wel een schoten, jongen. Ik zei van, hé jongen, moet ik nog schoten? Ja. Dan moest even schieten. Ja. Ja, ik zei, maar daar staan allemaal mensen daar. Ja. Die raakst toch niet, joh. Dat wist ik ook niet. Ja, godsamme. Dat wist ik ook niet eens. Nee. We hebben ook wel lacht, jongen. Ja, wat een rare omweg. Op een Delmar. Ja. Maar wie op, wat is dat? Want ik krijg een tik in de schouder. Ja. Oh, is het erg, joh? Nee, ik val wel met. Nou, klaar. Nou, schieten. En die mensen bleven staan natuurlijk. En toen winnen wij over de Emmerkade lopen. En toen kreeg ik weer een dreun op de kop, als het ware, want toen kwam de familie Wierda vlak van bed. Ja. Kreeg die drie jongens doodschoten. Ja. Bij Dron Riep. Oh, dat drama. Ja, dat drama. Nou, dat is juist. Die kwam van bed en die wuifde naar ons. En Klaas zat bij mij in de klas. Was dat een van die jongens die daar... Ja, de middelste. Ja. Zien de een, de lag in het ziekenhuis, dus die waren er niet. Die hadden vier. Ja. Maar die waren er dus niet. Maar, die en zij wisten dat nog niet op dat moment? Ja. Want ze wisten het wel. Ja. Ja, die jongens die binnen dus na de oorlog begroeven, na de bevrijding, hè? Ze zijn eerst daarin dingen begroeven en dus later herbegraven. Ja. Daar binnen wel foto's van. Ja, en dat was ook zo dat één meisje, die haar vader was op die kaasfabriek die er nog staat, op die dicht, dat weet ik niet. Ja. En op die kaarsvoering had ze zien dat er iemand bewoog. En die knaap die was hier getroffen en die deed net of hij dood was. Ja. En nou, dus wij staan daar, wij moesten naar de Amicitia. Die meisje op de straat, komt er een vrouw aan. Ik zei, vrouw, wat doe je op de straat? Ze zei, gaat jou dat wel. Ik zei niet, wij gaan schieten gedood. Had ik nooit één. Nee. Maar wat must nou? Ja, je bent jong en wild wat. Ik weet niet, wat is must? Nou, dat mens had roepen. Toen wou ze wel... toen was ze wel. En toen kwam er een kerel aan. Het drie heb ik er. Ja, met een grote hoed op. Maar daar hoefde ik niet veel te zeggen. Dat was een Roemeen. Hoe komt hij nou in een leeuw wat erbij is? Een Roemeen. Papier, hij mocht op straat. Nou, ik zei, klaar jongen, we hebben je. Dat is safe. Ja. Maar je moest dan als MBS dus mensen van de straat houden? Ja, ervoor zorgen dat die... Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan mocht tot nader orde. Maar wat bleek dat nou? Enkele huizen hebben met de zuidwestenwind die Aldenhoven niet hoort. Op zaterdagavond. Dat is later uitkomen. 40 jaar later kwam ik erachter dat ze die niet hoort hadden. Want dan was er een meisje die trof ik dan, die had naar haar dienst lopen. Over de Emmerkade naar dat dienstje daar. Ja. Nou, het is een garage, jong. Maar dat dus, op het moment dat de Aldenhoven luidde, dat hij sloeg, dat was het moment dat hij sperd die ding. Van 7:30 tot 8:00 had hij luiden. En dan is het nog niet gehoord in Huizen? Niet allemaal, nee. Jappie, je hem even heel stil houden. Dat is met zuidwestenwind. Dat is met zuidwestenwind. Ja, en dat. Ja. Maar nou die bevrijding. Hè? Ik heb altijd begrepen dat de Canadezen kwamen uit vanaf de Groningstraat. Nou,
Of kwamen ze ook vanaf het zuur? Ja, maar wacht eens even, jongen. Hij is nog op weg naar de CCF, hoor. Naar de Condens. Nee, dat was hebben we lang gehad. De Holland Diep wil wel weten. Ja, ambitie hebben zitten. Maar ik heb begrepen, de foto's, dat ze dus de Groninger Straat aan binnen rollen. Ja, 3 minuten voor half 1. En bij ons, half 1, daar kwamen ze. Want dat had die knaap uit Dokkum klaargekregen. In ja, Mildam had hij dat klaargekregen. Die is met jongens daarheen gegaan. Oberman. En toen je moet ook naar Dokkum, jongen, en overdrachten en dit die kant. Toen zijn ze, dat kan wel, hè? Maar dan moest ook vannacht deze brug, die moet bewaken. Ja. Met je eigen man, dat is het ding. En welke brug was dat? Dat is die brug die bij Mildam leidt, bij Nagelson en Fut. Mildam. En toen hebben zij dat zo over Bergen, hebben ze dat veranderd. Mm. En daardoor is dat splitst. Ja, ze zijn over Bergen, recht door de 4-katterbrug naar Dokkum gaan. Ja. En naar Leeuwarden. En aftakt naar Leeuwarden. Ja. Maar ik heb ook, er zijn ook foto's geweest van dat mensen van het zuiden kwamen. Van de Reduzum in die wereld. Ja. Daar stond op die jeep. Op de eerste groeten uit Reduzum. Rode Huzum. Ja. Ja. Rode Huzum stond erop, ja. Ja. Ja, dat maar er zijn ook nog hele leuke filmpjes dat er allemaal grote tanks over de Ewald rieden door de Sint-Jacobstraat en ja, dat, ze bij Jum voor de deur staan. Ik sta nog op één foto, dan is dat bij Flotto. En dan moest ik dat verkeer weer regelen. En dan, mooi werk. Ja, nou, dan moest het verkeer niet meer regelen. Allemaal mensen. Nou. Maar hadden die Canadezen hadden die niet hun eigen lui met die dat heen? Nee, wij moesten dat regelen. De Russen wel. Nou, stop. Ik kan er wel tot 3 tellen, dus dat ging wel. Nou. Ja. En alles staat stil. En dan zei ik, rieden. Ja. Komt er een kerel in een rode kruiswagen steken en die komt eruit en die schelt mij de billen vol. Oh. Oh. Hij had nooit hoor dat een rode kruiswagen voor gaat. Nee, ik zei, op achterlijke school hadden we dat niet. Ja, maar die moest dat doen naar Stadsziekenhuis. Ja, die denk die had haast. Ja. Je bent niet te veel zeuren, zo'n 10 jongen. En dan was er een kerel, dan sliep me in de beurs he, in stro. Nou, je houdt niet van mogelijk, maar je 96 uur dienst deed zonder te slapen. Hmm. En die zong, en ik vind het compact zingen. En dan stond hij de hele nacht maar te zingen. Ja, dan bleef je wakker. Maar hoe moet je daar slapen? Nee. Dat is onbegrijpelijk. Maar ja, je bent wel een jongen en vooruit man. En we hebben wel op een stoel zitten, dat was wel zo. Nou, mooi. Maar sliep je hem dan onder in de beurs of boven? Boven. Boven, in die grote zaal. En ik heb ook wel gehoord dat die knapen daar... dat ze aan het knokken waren, dat die Duitsers wilden zich niet overgeven. Die zaten met Skars de Brug in die melkfabriek. En dat wilden ze niet overgeven. En toen had er een bus staan op de Wendemerdijk. En daar ben je jongens ingegaan. Van ons niet. Die commandant doet dat niet. Maar die ben erheen gegaan en die zullen dat even helpen. Kwamen ze daar in dingen aan. En was er een Engelse artillerie. Was in het Galliërde. Ja, weet ik. Die was. Dat was Engelsen. Die waren Engelsen. Hmm. Dus het waren allemaal Canadezen. Ja. Nou, die waren daar ingevoegd. En toen. Maar die Leeuwarden jongens die met die bus erheen reden om die. Die ben daarheen geweest en toen komen ze eraan en zet die Engelse generaal die zet, wat moeten die jongens hier? Ja. Blauw overal dan en zo, dit en dat. Ja, Nou, die zal hem even helpen. Ja. Nou, hij zei die generaal, jongen, dat hoort niet. Want hij zei, ik doe vannacht. Dan vallen ze even aan. Ze hebben de artillerie op. En die artillerie heb ik wel gehoord. Die kost helemaal aan horen. Ja. Het batsen. Nee, nou, dan kwamen ze allemaal aan. Hoor. Ja. Maar goed, nou, niet één man heeft het kost. Nou. Nee, nou, mooi. Dan weet ik nog even terug naar die bevrijding. Hè. Die Canadezen kwamen eraf. Van het zuiden en van het oosten. Nou, toen alle Leeuwarders langs de diep natuurlijk. Dat is logisch. Mensen die misschien jaren op zolder onderdoken zitten, die kwamen weer tevoorschijn. Ja. Vlaggen uit. Ik heb al zien de Ewald, dat was één vlaggenzee. Ja, en niet van die lullige vlakjes, maar echt lappen. Ja, lappen. Ja. Hele grote, die normaal bij het stadhuis hangt. Dus zo grote. Doen we nou ook niet meer. Maar weet je dat nog wel, dat dus één groot feest was? Ja. En Jum liepen daar maar. Maar wij hadden dus. Daar geen deel aan? Patrouille, zeg maar zeggen. Ja. Wij moesten steeds met 2 man patrouilleren over de voorstreken. En jullie waren een beetje hulppolities? Ja, hulppolities, ja, zo was het wel, ja. Maar dan, op een gegeven moment heb ik ook gehoord, er ben geweldige
Ik weet niet meer, hoeveel later binnen die grote feesten geweest staan? Nou, dat kan wel eens in september geweest hebben, dat weet ik niet meer. Die bevrijdingsfeest op de Brol en zo. Paar maand later heeft dat wel. Ja, dat dacht ik, maar ik ben niet een feestnummer, dus dat weet ik niet. Nou nee, want zie je, uiteindelijk was dus 15 april Nederland nog in een oorlog. Ja, ja, maar de oorlog ging door tot 7, 8 mei. Ja. En daar had het ook altijd donker geweest nog. Dan mocht die ook niet meer buiten achten. Nee. Dat was wat vreemd, maar dat was, het was zo. Ja, want het was... En we waren dat wend. Ja. Ja, nou ja, vrouw. Dus dat maar ja. Maar, ja, natuurlijk, de hele toestand nog op een bond. Daar hebben we met de zaak ook nog mee te maken. Ja, ja, ja. Drie jaar later wel. Zeepasseur, dat spul, dat is dan op een bond. Want dat waren allemaal, ja, die schoonmaakmiddelen. Dat, ja, dat, en, zeg maar. En skeerzeep was op een bond en alles op een bond. Dus die hele ellende had je hem er ook bij, die administratie zeg maar, van die bondenboel. Ja. Maar dan had je ook mooi wat spullen te ruilen. Die vader die had op een gegeven moment... Wel mooi spul om eens even te zeggen van, ik heb nog zin aan een pakje sigaretten. Dat heb ik wel eens deen, want je moest eten natuurlijk, maar, maar niet in een grote maar maat. Maar werkte jouw broers ook allemaal in die zaak? Ja, mijn broer die was, mijn broer heeft ze oppakt. Maar die werkte wel bij je vader? Ja, die werkte toch wel bij, ja. Waarom heeft ze die oppakt, Laurens? Nou, dat... De leeftijd? Nee, maar dat was weer een heel gek verhaal van een jongen die had mijn broer zei tegen die jongen, dat was eigenlijk een Hitlerjugendjongen. Oh. Dan moest dat pistool stelen van de landwacht of weet ik het wat. En dat pistool is bij die jongen die doodgeschoten is, een van de jongens, van wie dat terecht komt. Oh. Ja, en dat is nooit weer boven water komen, maar dat zijn toch wel weer bepaalde mensen. Mm. Maar mijn broer was een makkelijke jongen, hè? Die gaf nergens om. Mm. Die zei, ja, dat klopt. Die gaf het direct toe. Maar ik had het bij boksen in de vaart smeten. Oh. Je bent er even te dreigen, dat lijkt me nooit natuurlijk. Nee. Maar nou kon je broer zo goed goochelen? Ja. Bedoel, die zat op altijd met mooi weer te goochelen. Te proberen en ik liep achter een bal aan. Ik zweet hem weer dood. Ja. Maar ging hij toen ook al optreden, zo? Ja, wel wat, maar dat was ook niet altijd zo geweldig. Want dan was er een kennis en dat deed hij dan ook weer met. En dan waren ze in zwaar bestijnde. En dan, dat was een jongen die had een Russische vrouw, die had hij metgenomen, een Russisch meisje. En dan was hij aan het zo. Een kip onder traas brengen. Oh. Ja, nou prachtig, hè? Ja. Kip onder traas. En dan duurde het even en dan begon die kip op, die begon te vliegen. Nee, wel. En dan nam die boeren de pet en die sloegen dat beest. En dan duurde, die was helemaal in de war. Nou, staan ze onder de slingers. Toen moesten ze afrekenen, s'avonds dan beurden ze wat niks. Nee. Ik denk altijd raar. Ja, mooi. Maar trapt u ook wel eens in de stad op hier? He? Trapt u ook wel eens in de stad op? Jawel. Ik weet het niet precies. Ja, ik heb er zeer meer dan weinig. Want die jum had natuurlijk ook de leeftijd dat jou dus uitgingen. Maar ja, in de oorlog waren wij te beleven. Ja, had ik al verkering, jongen. Ja, ik had verkering. Maar ja, toen je nog één verkering had, want meestal door het uitgaan leer je jou de vrouw kennen. Ja. Bij jum niet? Nee, ik denk ik moet zien dat ik een dochter van een koster krijg. Oh ja? Dan trouwen, dan heb ik die sjaal gratis. Ja. Nou, welke keer? Ja, ben een praktisch man. En welke koster was dat, Laurens? De Vries. Van welke kerk? De Pelikaan. Oh, de Pelikaan? Ja, ja. Ja, die had het wel gehad dat hij met 36 jongens, of 31 jongens, zoiets was. Die hadden altijd zei tegen die jongens dat in een landbuurt. Die achterdeur staat daar open, jongen, als een razzia is. Mm. En dan hoor je dat en dan deed ze even die dingen aan. En waar kon jij je verstoppen in de Pelikaan krijgen? Waar kon jij je verstoppen in de Pelikaan? Dat weet ik niet. Hij zat met die knapen. En de Duitsers waren in de kerk. Oh. En wij hadden fietsen. En er waren meer fietsen. Die gingen in de toren. Nieuwe fietsen, ook een paar. En een van die moffen die is zo handig bestreken dat je ziet dat Luc. Zijn geweer, en zo, open, nou, fietsen in de kerk, ja. Door de gangpadden.
Nou, die fietsen weer nog. Ja. Als je in de mannen zat in de kerk. Ja, de fiets wel, maar de mannen niet. Ja, nou. Ja, maar die kosten weten precies vaak plekken in een kerk, wat een beetje moeilijke plekken. Onder de bank, onder de boer. Ja, op zolder. En dan wat Dominique Wieberger daar dan bij en die, ach, geen jongen. Maar goed, jou hebben de dochters kaakt van de koster. Ja. Dus dat is al doorgegaan. Ja, nou, en die mocht meestal ook niet uit. He? Zo'n griffemeerd meisje mocht vroeger ook niet de stad nee, maar ze dacht, nou, die jongen, dat is wel een aardige jongen. Maar toen was het al bij de MBS weg? Nee, toen was ik nog bij de MBS, denk ik. Ja. Ja, En is dat toen overlopen in het Fries bataljon? En mijn schoonvader was ook nog bij de MBS. Is dat ook overlopen in het Fries bataljon toen? Ja, dat was, ben we naar Donkerbroek aan. En dan zouden we naar Indië, nou. Ja. Dus, maar we gaan er 3 maanden zitten. Waar, in Donkerbroek of in Indië? Donkerbroek. Ja, ja. En er zaten 2 kampen in Vochtelo. Dus dat maakte dat ding eens. En een bataljon van Nederland had 750 man. En toen na 3 maanden, toen hoorden wij dat wij voor 3 jaar weg moesten. Hm. En toen waren 17 die tekenen. Die zijn wegwezen, waaronder ik. Mooi jongen, dat kunnen we wel. En toen moest het weer een Engels bataljon worden, en dat was 1000 man. Hij heeft 245 Twenten erbij gehoord. En die Friezen. En die Friezen waren allemaal boeren, jongen. Dat in Indië heb ik wel gehoord, daar heb ik dus niet geweest. Dat kon ik niet verstaan. Nee? Nee, jongen. Dat wende wel. Nee, maar die boerenjongens die praten vooral Fries. Ja, allemaal Fries. En die Twenten, dat is ook natuurlijk niet... Twents. Ja. Dat is een heel andere taal. Ja, man. Maar, ik bedoel, dat wendt wel. Ja, dat is wel mutter. En dat heeft ook 30 man kost. Ja. Ja, wat verdoor. Maar die... even kijken. Jouw broer Ritsko, is hij ook in Indië geweest? Nee. Oh. Had wel een Indische vrouw, dacht ik. Ja, de eerste vrouw die kwam in Indië, nou. Ja, maar die had hij daar niet opdukeld, zeg maar, in Indië. Hij had er nooit geweest. Nee. Nee. Ik meen dat ze hem ook nog oppakt, hè. Maar, ja. Maar goed, dat was het einde van een militaire carrière, begreep ik wel. Ja. Mooi. En ja, toen ben je dan gewoon terugkomen in de zaak? Ja, natuurlijk. Ja. En tot hoe lang zou je er nog zitten op de eeuw al? Tot die opheven is of zo? Ja, dat die opheven is. Ja, maar kijk, je kwam op plaats, dan waren de kleine winkeliers hielden op. Ja, kijk, en dat de grote gingen naar Blokker. Ja. Snap je wel? Dus ik denk, verhit maar. Ik hou er ook met op. Maar dan praten wij al over eind jaren 50. Ja, veel verder, ja. Maar toen wij ook jongens waren, toen, nou, overal was nog kleine kruideniers. Ja. Er waren 200 kruideniers in Leeuwen. Ja, alsjeblieft. Ik tel 205 of zo. Nou. Ja, nou. En ben jou toen stil leven gegaan? Nee. Of heet toen andere? Ja, ik heb een ander ding. Ik wil wel werken. Jawel, maar wat heet hij? Noem eens wat. Wat van... Ontginningsfabriek heb ik zelf nog geweest. Oh? Ja. En toen... Ben je dus na jouw huwelijk wonen gegaan, Laurens? We hebben één woon gegaan bij mijn vader Moeken. Op de Ewal. En hoe lang het duurt? En toen hebben we een huis gekocht in de Nieuwe Schraas. Gekocht. Als je 7500 gulden, dan moesten we het afverven, waar hij het afverft. Nou, dat kon wel. In Huizen dus? In Huizen dus, ja. En toen ben we later weer naar de Ewal gegaan. En toen, de vrouw is maar 69 jaar geworden. Ja, 69 jaar. En ik was 4,5 jaar ouder. Ja. Ik mis wel eens bepaalde dingen. Dat schiet niet goed. Nou, we hebben nou hele stukken wel metgekregen. Ja. Gelukkig. Ja, dus, die staan al voor eeuwig. Hebben die bewaard. Ja, nou. Ja. We hebben ook nog een slotnummer, hè? Wat is het? Ja. Van Louis Armstrong. Want het uur dat zit er alweer op, hoor, Laurens. Oh, nou. Ja. Dat gaat. De tiet hoort je in skoft. Louis Armstrong die zingt over een hele mooie wereld. Wat een wonderful world. Ja, maar ik zwit al, jongen. Ik mag niet zwitten van dokter. Oh. Waarom niet? Nee. Hij mag niet zwaar tillen van een dokter. Hij mag niet zwitten. Je mag ook niet veel van een dokter. Je mag ook nooit eens wat. Dan is het heel hartelijk bedankt als je die mooie verhalen vertellen moest. En wie hebben we de volgende keer, Jetsje? Hebben wij een teller van zo'n kleine kruidenier. Oh. Dat is namelijk Jan van de Meulen. Van? Beter bekend als Jan Centra.
die hadden een winkel op een hoek van de Vincent van Goghstraat en de Jan van Gooienstraat. Ja, ja, ja. Heb je hem die ook wel beleefd? Ja, 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 ja. Nou, Jan Centra, dat is onze volgende gast. Nou, dat wordt dus ook vast weer interessant en leuk. Laurens, nogmaals hartelijk bedankt voor die komst hier. De kiekers, bedankt voor het kieken. En een fijn weekend. Ja. En tot de volgende keer. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.